Dit is een fantastische dag. We hebben een hoop enthousiaste partijen kunnen vinden die met ons mee willen werken om dit doel te bereiken. En vandaag is daar het begin van. Er moet geïnnoveerd worden. We moeten slimmer met de grondstoffen omgaan. We moeten slimmer met onze omgeving omgaan. Dus ik denk dat het goed is dat die verloren jaar aankomt. Dan is er weer een duwtje in de rug om dat allemaal ook te gaan laten zien wat we tegen die tijd weer kunnen. Flevoland heeft natuurlijk een van de meest vruchtbare polderbodems van de wereld. Daar doen we ook heel veel mee, maar het is dus ook een heel kostbaar iets en een heel kwetsbaar iets. En dat besef, dat moeten we nog veel meer uitdragen en daar moeten we nog ook veel meer slimme oplossingen voor bedenken om daar goed mee om te gaan, nu en in de toekomst. Flevoland is inderdaad een nieuwe bodem. We zijn er een paar decennia op aan het werk. Heeft ook heel veel goede opbrengsten geleverd en doet dat natuurlijk nog steeds. He, maar het is wel zaak om niet te onderschatten dat we ook voor de bodem moeten blijven zorgen, om dat te blijven garanderen. Ik denk dat de bodem de grootste leverancier is van voedsel op aarde. En als we daar slecht mee over weggaan, dan zal die dat in 2050 nooit meer volhouden. 30% is al direct in gevaar. Daar moeten we meteen iets aan gaan doen, want anders halen we 2050 helemaal al niet. Ik denk de voedselketen is de basis van alles wat we doen. En we staan nu op een punt dat er heel veel geïnnoveerd moet worden in de voedselketen. Anders dan is de voedselketen niet meer, voor ons niet meer belangrijk. Zeg maar. Dus ik denk innovatie is ontzettend belangrijk. En er gebeurt echt al heel veel en dat moeten we volgens mij ook niet vergeten. Slim voedsel levert over het algemeen nogal wat weerstand op. Want het betekent ook dat je moet gaan veranderen misschien. Iets anders gaan eten dan wat je gewend bent. Dat levert spanning op. En daar moeten we dus goed mee omgaan. Weerstand wat de mens heeft om te veranderen naar betere keuzes. Ook al weten we het wel. Het daadwerkelijk echt doen is vaak nog een beetje tricky. En daar is denk ik waar een open deur is. Dus om daarmee te gaan werken en om dat wat minder spannend te maken en vooral heel leuk. Mijn tip zou zijn om vooral ook niet al de bestaande dingen die we al weten te vergeten. En misschien daar extra nieuwe manieren van toepassing mee te ontwikkelen. Zoek elkaar goed op, inspireer elkaar en blijf ook met elkaar in contact. En bezoek ook onze werkbijeenkomsten. We gaan nog een heel traject in. Dus we gaan een community bouwen rondom deze hele challenge en blijf betrokken. De belangrijkste tip is ga het doen. Plannen maken is heel goed. Je moet goed weten waar je mee bezig bent. Maar ga vooral klein starten. Verzamel mensen om je heen die met je meedoen. En dan gaat het vanzelf lopen. Je moet gewoon beginnen. Ga iets doen wat gewoon dicht bij jezelf ligt. Ik denk dat de challenge niet de reden zou moeten zijn om iets te gaan doen. Maar het is wel een hele goede motivatie voor mensen die al iets aan het doen zijn. Om zich te verbinden aan een netwerk. Om misschien op het internationale podium terecht te komen. En om een duwtje in de rug te krijgen. Als ik terugkijk op deze middag, dan zeg ik van nou, we gaan een hele mooie challenge tegemoet. Met ongetwijfeld heel veel ideeën die ze medio maart gaan aanleveren. Fantastisch.